En berichten als zou er geen sprake meer zijn van deelbetalingen voor een hbo-opleiding via het Instituut voor de Opleiding van Leraren, IOL, berusten niet op waarheid. Directeur Natasha Bennanon van het ministerie van Onderwijs bevestigt dat de inhoud van de bekendmaking onjuist is. Daarvan, toen ik uw bericht kreeg, heb ik meteen contact gemaakt met de directeur van het IOL. En hij heeft toen weer contact gemaakt met zijn onderdirecteur, omdat toch wel is gebleken dat die instructie kwam van zijn onderdirecteur. Maar ik heb toen met hem afgesproken. Ik zeg nee, het is een instructie van het ministerie. En wij hebben als ministerie aangegeven dat deelbetalingen wel moeten geschieden op de hbo-instituten. En hij heeft inderdaad aangegeven dat er verandering daarin komt. De instructie wordt gestuurd. Ik heb aangegeven dat we de economische situatie begrepen. En het kan niet meer zo zijn dat de instructie van het ministerie aan de kant wordt gelegd. Of zeg maar dat men dat terzijde schuift. Om dan een eigen interne instructie dan te maken. Dus daarmee wordt er rekening gehouden. En er gaat een schreef de deur uit naar de samenleving. Dat de deelbetaling dus wel mogelijk is op het IOL. Althans het IOL hoor, want zoals ik het begrijp, is het dan het IOL die alleen een interne instructie gegeven. Dat wordt gecorrigeerd, Oké, okay, prima. Door het instituut zelf hoor, want we hebben nu afgestemd en dat is natuurlijk een, laat me zeggen, misschien geen omissie, misschien maar kennelijk een misverstand om dat zo te zeggen. Het ministerie heeft de instructie de deur doen uitgaan. Dat het gaat om de hbo-instituten, althans niet alleen de hbo, maar ook voor mbo, bijvoorbeeld AMTO, NATIN, dat een deelbetaling wel mogelijk is. Maar die deelbetaling, dat moet worden afgezet met de schoolleiding. Dus ik wil nogmaals benadrukken, als het gaat om de hbo-instituten, maar ook de universiteit, dat de directeuren van de scholen wel rekening houden dat het ministerie de instructie heeft gegeven en dat de deelbetaling wel mogelijk is voor deze leerlingen of voor deze studenten, laat me dat zo stellen. Vanwege de economische situatie wordt er nog steeds rekening gehouden met studenten die inschrijfgeld moeten betalen voor het komend schooljaar. Het ministerie van Onderwijs is druk bezig met de planning voor het nieuwe schooljaar. Het is volgens directeur Bennanon een enorme uitdaging omdat de COVID-19 situatie dagelijks verandert. Ja, dus kijk, het punt is, natuurlijk moet je steeds plannen, hè. Je plant natuurlijk richting het nieuwe schooljaar, want als je gaat beginnen, moet je geen valse start maken. Je kijkt wat mogelijk is en wat niet mogelijk is. Heel gauw gaan we de samenleving informeren wat de bedoeling is en wanneer de start zal zijn van het nieuwe schooljaar, onder de COVID-omstandigheden. Er is ook een bericht verschenen in de media dat de Nationale Ontwikkelingsbank, NOB, studiefinancieringen voor het jaar 2020 aanhoudt en voorlopig geen nieuwe aanvragen in behandeling neemt. Volgens directeur Bennanon wordt er morgen vergaderd met de NOB over deze kwestie. Ik weet niet wat het zo is. Mensen, ik ben daarvan niet op de hoogte. Er is misschien donderdag is er een gesprek met de directeur van de NOB-bank. En dat gaat verder besproken worden. Okay. Voor zover ik weet dat studenten altijd wel een beroep konden doen op het fonds. Want het gaat om het fonds studiefinanciering. En uiteraard moeten leerlingen of studenten voldoen aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor studiefinanciering. Als dat mogelijk is, dan is men erdoor. Maar voor zover mij bekend, heb ik niet begrepen dat het niet kan. Maar er is morgen een gesprek met de directeur van de NOB-bank. En dan zal het ook verder worden meegenomen of besproken.